Ben je blij dat het zo is gelopen zoals het gelopen is? Ja goed, we willen altijd hoger eindigen, maar uiteindelijk is het goed dat we rechtstreeks geplaatst zijn voor Europees voetbal. Ja, nou ja, kijk, op zo'n avond als deze telt maar één ding toch, en dat is winnen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus wat dat betreft is het een goede zaak dat wij vanavond gewonnen hebben. Wat laag in tempo, maar uiteindelijk denk ik wel dat we terecht gewonnen hebben. En een mooie vierde plek op dit moment. Zat er voor die openingstreffer, zat er wat spanning op de ploeg? Ja, natuurlijk. Het is een beetje onrustig, was het een beetje slordig in de passing. Laag in balsnelheid en aannames allemaal niet zo als het normaal is. Goed, dan valt die 1-0, dan valt eigenlijk een beetje iets af, denk ik, van de jongens. En uiteindelijk kun je het nog hoger uit laten vallen, maar het is een goede overwinning geweest. Snel doorschakelen, vierde plek, Europees voetbal. En zorgen dat we doorontwikkelen. Ja, moet je zo redeneren gewoon nu? Wat mij betreft wel. We hebben net het seizoen met elkaar afgesloten. Even kort evaluatie gehad, programma's uitgedeeld naar de komende weken en vast naar het volgende seizoen. En dan moeten we nu snel verder gaan kijken en door gaan bouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er na een soort van onrustige fase, of een heel groot deel onrustig van het seizoen, dat iedereen denkt van nou even de kopjes ergens anders. Oh. Een soort van blij dat het erop zit. Nou, dat kan me best voorstellen. Alleen ja, ik ben ook een persoon dat al te snel weer door wil schakelen. Nogal veel energie van nature, dus gelijk weer aan de bak. Maar het is goed. Kijk, jongens, een aantal jongens van ons, een stuk of zes in de basis van de eigen opleiding. Goede zaak, Europees voetbal gehaald. Jonge, nieuwe groep, nieuw verhaal. Piek en dalen. Uiteindelijk moeten we het ook positief bekijken en zeker naar de toekomst toe. Ja, en als je het dan over die eigen opleiding hebt, die breekt eigenlijk de banen met die 1-0 paasje en het doelpunt. Ja, dat is een mooi compliment voor de jongens en ook voor de opleiding zelf. En daarop moet je verder borduren en zorgen dat je steeds meer spelers vanuit de jeugd in het eerste krijgt. Om uiteindelijk ook weer een aantal plaatsen te gaan stijgen in de competitie. We willen jong, fris elftal. Hopen nog wat ervaring bij te houden of bij te kunnen krijgen. En zo te bouwen aan een mooi elftal.